stem, je moet nu ook een nuttige vraag stellen. Dus, mm-hmm. En dat haalt me dus voortdurend uit die hier en nu. Wat gebeurt daarin? Er is geen eruit. Iedere gedachte is hier. Iedere gevoel is hier. Iedere herinnering is hier. Er is alleen maar hier. Je kunt niet in en uit het nu. Dat is gelul. Sterker nog, er is geen je die erin zit. Je bent dat. Je bent nu. Dus niet iemand die erin of eruit kan. Dus je bent dat met al die... Ja, it's all inclusive. That's the fun part. En wij zonderen ons af en zeggen dan van ja, het is beter om in het moment te leven. Het is echt zo'n kolder. Er is namelijk niks anders dan dit. Ontsnap eens aan dit. Als dat doordringt, dat er alleen maar dit is, vervalt ook ieder idee, behalve op een praktisch level, van nuttig. Want op een spiritueel, psychologisch level is er helemaal niks nuttig, want er is alleen maar dit. Wat nuttig is, is planten water geven als je wil dat ze groeien. Dat is hartstikke nuttig. Of je banden oppompen van je auto, weet je wel. Dat is niet belangrijk. Maar voor de rest, op een spiritueel level is er eigenlijk niks nuttig, want eerst moet je een afgezonderde ik gaan zitten verzinnen die dan ergens nut van zou hebben. Maar hoe kan dit, dat wat is, ergens belang bij hebben? Het is alles wat is. Compleet. Compleetheid heeft geen belangen, komt niks tekort, dus daar heeft niks nut voor. Is het te volgen? Wauw. That would be something. Dus nut en noodzaak op dit level, die zijn altijd van het ego. Het is altijd van A naar B. We hopen dat iets oplevert voor straks. Dan word ik een betere ik of zo. Maar er zijn wel dingen van nut en noodzaak waar je niet omheen kunt. Oh. In de serie Stemmen uit de Kelder, deel 3. Heeft u het gehoord? Moet ik het herhalen? Nee, maar geef eens een voorbeeld. Nou, als je een vrouw een kind baart, dan is het wel nuttig om de eerste tijd de hulpbehoevendheid van het kind te verzorgen. Ja, daarom zei ik op een praktisch level. Dus op hetzelfde niveau als je banden oppompen. Ja. Maar dat heeft dus niets met het spirituele domein te maken. Nee. Precies, dat bedoelde ik. Dus het is hartstikke nuttig en je tanden poetsen als je geen gaatjes wil ook. Ja. Oké. Dus dat is het onderscheid. Ja, exact. En daar hebben we dat onderscheidingsvermogen ook voor. Dus verstand, zou ik maar zeggen, is hartstikke handig. Het jammere is alleen dat het helemaal overwoekerd wordt door allerlei psycho-interpretaties. En waardoor je een hele vervormde perceptie krijgt. Dat is een beetje jammer. Een leven aan zich is heel erg simpel. Maar waar houdt dat in onze wereld waarin we nu leven op dan? Wat is dat, onze wereld waar we nu leven? Nou, kijk, als je het hebt over nut en noodzaak, dan moet je bijvoorbeeld ook iets doen om je eten te kunnen krijgen. Ja, zo te zien heb je daar geen moeite mee. Nee. Dus het is een niet zo relevante vraag, lijkt me. Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat is toch wel een vraag, want je kan er wel geen moeite mee hebben, maar waar liggen dan die grenzen? Van wat? Sommigen lukt het om aan eind te komen, anderen niet. Dat heet al hongerende mensen. Ja. En een aantal daarvan gaan dood en uiteindelijk gaan de wel doorvoerde mensen ook dood. Dit heeft nergens iets mee te maken. Het organisme heeft de neiging voor zichzelf te zorgen als de omstandigheden gunstig zijn. Lukt dat? Zijn ze minder gunstig? Lukt het niet?
Dat zal wel. Ja, that's the way it is. En dit soort praatjes, zoals vandaag, die worden alleen gehouden eigenlijk bij weldoorvoerde mensen. Want die gasten in die rubberbootjes op de Middellandse Zee, ik denk niet dat ze veel zin in een satsang hebben. Een kind is aan het verzuipen en ze hebben even wachten met dat bewustzijn. Ik wil nu even, dan komt een haai aan. Ja, dat kan niet in de Middellandse Zee. Ja, ik zag het toch heen.